Vlinderstad Emmen. Welkom op mijn YouTube-kanaal Mensenpark René Postuma Emmen. Ontdek Emmen en diverse locaties. Rensenpark, kunst, cultuur, innovatie. Het Rensenpark is een park in het centrum van Emmen dat ligt op de locatie van het voormalige dierenpark Emmen. Midden in het centrum. De dierentuin sloot op 31 december 2015 definitief de deuren. In 2016 werd het terrein heropend als stadspark door oud-directeur Aleid Rensen. Dit park kreeg eerst de naam Mensenpark, maar uiteindelijk werd eind 2017 gekozen voor de naam Rensenpark, genoemd naar het echtpaar Rensen. Op 27 februari 2018 werd het park officieel omgedoopt tot Rensenpark met de onthulling van een naambord dat bij de ingang van het park staat. Het hele jaar door zijn er bijzondere evenementen en activiteiten. Een aantal ervan hebben we voor je uitgelicht. Benieuwd naar het volledige aanbod? Kijk dan op YouTube-kanaal Mensenpark René Postuma Emmen. Beleef Rensenpark, kunst, cultuur, innovatie. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer op YouTube-kanaal Mensenpark René Postuma Emmen. Stad van Speciaalzaken, Wildlands Adventure Zoo, Atlas Theater, Raadhuisplein, Hondsrugtunnel, Rensenpark, Vlindermarkt, Grote Kerk, evenementen en festivals over Els Communion.